Hoi, wij zijn Sabine en Aniek en wij zijn mantelzorgcoaches bij Mantelfoon. 10 november is het weer zover, de dag van de mantelzorg. En daarom zoeken wij vandaag verbinding met de mantelzorgondersteuner in Prins Alexander. En gaan wij horen wat zij gaan doen om mantelzorgers 10 november in het zonnetje te zetten. Wie heb ik aan de lijn? Goedemorgen, ik ben Jette de Visser, sociaal beheerder in het Huis van de Wijk in Ommoord en werkzaam bij welzijnsorganisatie Buurtwerk. En wat doen jullie hier bij Huis van de Wijk Buurtwerk voor mantelzorgers? We hebben verschillende activiteiten voor mantelzorgers, uiteraard onze reguliere activiteiten waaraan mantelzorgers kunnen deelnemen in het Huis van de Wijk. En daar moet je bij denken aan creatieve middagen, aan beweegactiviteiten, waarbij we natuurlijk hopen dat de mantelzorgers nog een plekje vrij hebben in hun agenda om daar aan mee te kunnen doen voor ontspanning. Ja. En daarnaast hebben we ook heel bekend, gelukkig in het Alzheimer Café, op de derde maandag van de maand zijn mantelzorgers meer dan welkom in het Huis van de Wijk. Dat zijn heel veel mantelzorgers die te maken hebben met de naasten met dementie en die daarbij volop ondersteuning krijgen en informatie krijgen bij hun hulpvragen en de problemen waar ze tegenaan lopen. Fijn, dat is veel aanbod. Nu leven we momenteel natuurlijk in een bijzondere tijd. Kan je ook vertellen waarom je vindt dat juist nu in deze periode je specifiek vindt dat mantelzorgers wat extra aandacht verdienen of dat ze in het zonnetje gezet worden? Nou, mantelzorgers hebben een hele belangrijke taak in deze samenleving. Er wordt steeds meer een beroep op de mantelzorgers gedaan vanwege de ingeslagen weg door de overheid, het langer thuiswonen. Dat is echt een grote impact op het leven van mantelzorgers. En nu in deze coronatijd is dat beroep nog een stukje groter. Mensen zijn veel vaker in huis, hebben nog meer te maken met de zorg voor hun naasten. Dus juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk dat ze even in het zonnetje worden gezet, net even die extra verwennerij krijgen die ze zo enorm verdienen voor hun geweldige werk. Ze doen het allemaal met ontzettend veel liefde en ik denk ook wel dat het voor heel veel mantelzorgers vanzelfsprekend is. Maar zo vanzelfsprekend is die intensieve zorg helemaal niet. Nee. En hoe gaan jullie mantelzorgers in het zonnetje zetten op de dag van de mantelzorg? Normaal doen we dat heel graag met allerlei leuke activiteiten waar ze kunnen deelnemen. Waarbij je denkt aan onder andere een high tea of iets dergelijks. Maar helaas, de coronamaatregelen gooien nu roet in het eten dit jaar. Maar uiteraard gaan we er ook dit jaar een feestje van maken. En dat gaan we doen met hele mooie, leuke gevulde goodiebags. Die wij met heel veel plezier uitreiken aan die geweldige groep mantelzorgers. Die dag en nacht klaarstaat voor hun naasten. En hele intensieve zorg biedt. Dus die gaan we zeker in het zonnetje zetten. En wil jij weten wat er in jouw gebied georganiseerd wordt op de dag van de mantelzorg 10 november? Check dan deze website.